3, 2, 1, ogen open. No. Damn! Hey, what's good? Kelfin, I'm out here with the Petrus, man. How you doing? The sun is shining. I'm happy. Are you happy? Good, man. I'm happy. We're always happy. We zien jullie daar achter de camera wel zitten houden. Jullie weten, Peter en ik zijn... Wat zijn we? Die boys. We zijn onder andere die boys. En die boys die... Weet je, die gewoon dingen doen die al jarenlang in de business zitten. Die gewoon die content gooien. Die gewoon die feed organiseren. Die alles doen wat we willen. En we hebben eigenlijk een halfjaartje geleden ons kantoor opgezegd. Oh nee, wacht. Iemand heeft hem kapot geslagen. Geen commentaar. Sorry. Maar ik heb wat leuks geregeld. Want het is eigenlijk na een paar maanden wel weer tijd voor een nieuw kantoortje. Dus daarom gaan we vandaag ons nieuwe kantoor bekijken. Ik heb iets geregeld. Peter heeft nog geen idee. Of wel? Come go, was good. Heb je stiekem een beetje... Heb je stiekem helemaal niks gedaan, grap. Oké, goed zo. Aangezien jullie weten dat Quint de vorige keer mijn auto heeft kapot geslagen, heeft Quint als het goed is vervoer geregeld. En daar gaan we nu even heen. Dit is de taxi voor naar het vervoer. Goedemorgen. Mensen thuis, jullie kennen natuurlijk al Kevin, want je kent hem wel, hij is een gekke jongen. Dus als hij zegt, ik heb een kantoor voor je gefixt, dan gaan we niet naar gewoon een cubicle kantoor. We gaan niet gewoon naar een wit kantoor, dat weet ik ook best wel. Kijk, weet je, je hebt het ook vandaag weer bij het juiste eind, Petertje. Nee, ik heb een kantoor geregeld en dat is hartstikke leuk. En het is geen normaal kantoor, dat kan ik je wel vertellen. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe het dan sowieso door even te abonneren op mijn kanaaltje. Volg me op Instagram en hey, we got these cars watches, man. You don't know what's going on. Hey, what's good, Kelfam? Hi, Berada. Hey, papi. Ben je ready om een nieuw kantoor te checken? Hey, wij zijn ready, man. Wij waren uren geleden already, man. Niks aan de hand, hey. Maar ik heb een lekker verrassing voor jullie, man. Want ik speel je toch altijd dat je hard moet flexen? Ja. Ik heb de hardste flexvervoer geregeld op het nieuwe kantoor. Je gaat niet beseffen hoe hard je gaat flexen hierdoor. En no worries, ik flex voor je juist niet te doen. Jij kan gewoon jezelf blijven. Oké. Ik ben ook een beetje al sorry, man. Ik ben heel sorry dat ik je wangie heb gesloten. Weet je, ik zal je dit vertellen. Ik vergeef het je nooit! Ja, hij moet soms toch even leren, snap je? Hij moet gewoon even... Yo, you gotta stay hard, man, on the kids these days. We make out for the thrill of it. Mess around for the... Hey, yo, what's good, man? What's good, man? What is popping? What's happening, man? What have you done, man? What have you done? This is who you flex. What have you done, man? What the fuck? De fucking hele kolte. Ja. Fuck. Ik sloot zijn auto. Hij krijgt heel niet van. Kelfam. Boys, we zijn geland, hè. Hey, even eerlijk, ik had echt niet verwacht dat het echt zou zijn. Maar ik zei het al, Kel. Zeg maar één ding. Ik zeg jou één ding. Is dit niet beter vervoer dan die Smart? Dit is sowieso beter vervoer. Dit is toch veel beter dan Kom. Die Smart? Boys, aanschouw. Potentieel. De nieuwe office. Is het serieus? This is it, man. Hij is zelfs in de kleur. What is this, boy? Blauw. Shit. Ja, hey, we wouden echt fucking veel ramen hebben en dit is letterlijk allemaal fucking glas. Dit is meer raam dan muur, vriend. Shit. Welkom in Op Meer. Als we deze pakken, kunnen we gewoon elke dag met die heli. Jij hostelt gewoon elke dag die heli. We gaan hier naartoe, we gaan naar het werk heen. 10 minuutjes vliegen met de heli, hè? We gaan fucking de minute in. Look at this. Look at him. You want space? We got space. How much room for activities? Welkom bij Cinemates, man. Welkom bij Cinemates, man. Welkom bij... Hey.
What's good, man? We out here. We How back. Do you feel? This is the building. This is gonna be the place. Ik voel me goed, man. Ik voel me lekker. We Toch? Zijn op deze dingen. We gaan gewoon doen wat we vandaag willen doen. En dat is gek doen. Quinn, ik zal je even wat vertellen. Oké? Tel me. We zijn op een plek. En dat is... Eigenlijk is het niet normaal dat we hier zijn. En eigenlijk is het ook niet normaal dat Peter daarom die camera vast heeft. Weet je wat het is? Er is hier, sinds dat dit gebouwd is, gewoon nog nooit een camera binnen geweest. Nee, je maakt een grapje. Je mag hier niet binnen filmen. En nu lijkt het alsof we het op een of andere manier illegaal gaan doen of zo, maar dat is niet de waarheid, oké? Okay? We zijn redelijk nette jongens. Maar kijk hoe wij elkaar deze hand geven. Wacht hoor. Quinten mag nog wel een bepaald kleurtje hebben, maar hij is nog steeds een goede Nederlandse ingeburgerde jongeman die van kaas houdt. Maar ik heb heel veel vragen. Hoezo neem jij een kantoor waar nog nooit is gefilmd? Ga je nou een commentaar lopen leveren? Oké, we are here. We gaan naar binnen. Let's go. Nu is het dus zo, om binnen te komen moet je vol op de muur afrennen. Why? Dat moet. Je hebt toch gewoon sleutels bij, hè? Nee. Wat? Als jij het zegt. Simsalabim. Nee, ik niet helemaal, gap. We hebben een probleem, mijn arm zit uit de kom. Gaan we een stuk makkelijker. Hey Geert. Ja, dit is hem. Maar, is... Jullie veel plezier. En bekijk de kans, hè? Ja, zeker. Chance met de kans. We gaan kijken wat we hier allemaal kunnen, ja? Oké, geluk. Thanks, veel plezier. Geert. Weet aan jou de eer. Mag ogen dicht, ogen dicht. Alright, stap naar binnen met de ogen dicht. Stap naar binnen met je ogen dicht. Bam! Pak je pik. Zo. 3, 2, 1, ogen open. No. Damn! Hey. Ja, ik dacht ik vond ons vorige kantoor een beetje klein, weet je. Dus, what the fuck, jongen? Gast. Welkom in de speeltuin van het leven. Ik ga je hand nooit meer loslaten. Ik ga jullie nooit meer loslaten. Oké, okay, maar ik mogen rondkijken. Let's get out of here, man. Let's get the fuck out of here, man. Dan hey, hey. Bioscoop, papi! Ik ga me af of dit wel een bioscoopje gaat zijn. Ik kreeg het al back van de mooie dit. Kom van je luie reet af. Dit ding is dus tering groot, hè, Peet? What you gonna do with the brick, boy? Niet veel mensen weten dit, maar dit is de allereerste steen die hier gelegd is. De bouwsteen? Nee, maar dit is de bouwsteen van mijn carrière, toch? Dit is de bouwsteen van mijn carrière. Is dat die tattoo op je arm? Kijk, en weet je wat het is? Ook jouw carrière begint bij de allereerste bouwsteen. Oh, shit! Hé, hey, maar hoe voelt je voelt je toch meteen succesvol? Snap je? Help! Hallo? Huh? Oh. Sorry, man, ik was gewoon verdwaald, man. Shit. Ja, weet je, het is één nadeel aan dit pand, Peet. Het is wel echt te groot, man. Je moet gewoon, ja, het is fucking groot en je moet lopen. Kijk, jij bent die sportboy, maar lopen, ik kan niet zo goed lopen, man. Niet veel mensen weten dit, maar er is een, er is gewoon een aparte... What the fuck? I'll break you again! Oh shit, man. Het gaat verder. Als je dacht dat dit het was, dat is niet waar. Is dit het? Dat is niet waar. Leuk dat je erover begint. Het antwoord is nee. We enteren hier ook de Magical Power Zone. Alleen dat is wel een stukje lopen, dus ik heb wat leuks geregeld. Als Kelvin dit zegt, dan weet het we doen het niet. We doen het niet basic. We gaan als dit het niveau was, shit. Dan zit ik hier. Oh. Ik zit ongeveer hier, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus we gaan kruipen. Nou, mijn kruipen wacht hier. Wait. Eerlijk gezegd, ik snap er geen fuck van. Sorry. Nee, ik snap er echt fuck van. Hey, slecht. Dude, for you! Het is weer voor die shit. Wat denk jij zelf, man? Let's go, man! Yeah. Let's go! Oh man,
Oh man. Nee, de drone. Oh. Nee, de drone is kapot. De drone is kapot. Hey, ik weet hoe dit voelt, man. Sinds wanneer heb jij grijs haar, man? Hey, ik moet go with the times, man. Peter. Ja, man. Ik denk corner office. Ik denk... Kijk, hoor. Zie je zelf wel zitten. Yo. Op verdieping 1 hebben ze even nodig. Oké. Okay. Ik ben even die miljoenen die aan het fixen, man. Hij komt er zo aan! Ja. Peter. Oké. Okay. 28 miljoen genoeg voor één video? Met 52, hè, mijn deal. 52. Goed. Spreek je zo in de video. Yo. Je voelt het meteen, man. Je voelt die business upcoming, je voelt gewoon je creativiteit zweeft hier in de palmen. Luister even, deze kamer, hè. Ik weet precies wat we hiermee gaan doen. Dit wordt gewoon de babykamer. Weet je waarom? Er is maar één reden, man. Hey. Ik word papa, hey. Ik word papa, check hem nog even. Stream die shit op Spotify, doe die dingen, abonneer op mijn kanaal. Join the Kelf. Oké. Ja, het lijkt me alles zit erbij, fucking stopcontact en shit. Internet is gelegd. Kel, what the fuck? Kel, Jesus. Ik wil hier mijn kantoor hebben. Jezus Christus. Dit is het. Dit is het niveau, dit is het level. Dit is het level waar je op wil zitten. Oh, zeg maar, hoe lijkt je video's, hoe meer abonnees, je mag de verdieping hoger. Per 100.000 abonnees ga je verdieping hoger. Juist, deze man heeft visie, man. Kan nog hoger truc. Wow, what the fuck is dat? Check dat. Hou op! Check dat even! Nee, serieus, check dat! Kom dan! The fuck? Deze man. Bent, kom naar beneden, het is tijd. Kom bij ons. Het is tijd om een. We moeten even spreken over de prijs. We moeten even onderhandelen. See you there, guys. Oké, boys, luister, dit was leuk, toch? Heel fucking leuk. Dit is wel weer een van de leukere dingen die ik dit jaar heb gedaan. Wat denken we ervan? Ja, ik heb echt kopen. Vet. Kopen. Ja, maar even zitten. Kopen! Jij weet niet hoe de portemonnee eruit ziet. Flex, hard. Het antwoord is altijd hard. Ik ben echt fucking lijp. Alleen, we weten wel, het is zo'n grote ruimte. Het moet gewoon tering duur zijn. Nee, ik weet wel hoeveel het kost. Echt? Ja, het kost is zeg maar... Maar kijk, oké, ik zal weer eerlijk met je zijn. De laatste keer dat ik in onze portemonnee keek, hadden we niet dat bedrag op onze rekening staan. Ga gewoon naar buiten. Ga gewoon naar huis. Hey Geert, wat een fantastisch pand is dit. Goed, hè? Buiten gewoon. Het is nog te koop ook. Ja, dat hebben we ook vernomen. Ja. En wat ik ook heb vernomen is dat wij niet zoveel geld hebben. Oh. om het te kunnen... Maar misschien kunnen we gewoon even kijken voor... Andere de toekomst. Keer. Ja, je moet de centjes wel hebben. Ik vond het in ieder geval... Kijk, we gaan er nog even over nadenken. Laat ik het daarop houden. Ja. Alleen, ik vond het in ieder geval top dat wij hier als allereerst mochten filmen. Geert, dankjewel. Oké, je kan er ook paprika's tegen. Jij hebt alleen maar ideeën, zeg. Hij blijft wel kopen. Oké, later. Hey boys, luister. Van die haat of zo, maar ik heb de sleutel nog steeds. Nee. You got no problem, man.